denk. Wacht, ik ga eerst nog een woordje praktisch rusten. Zijn geen tortels, hè? Oh, ik denk dat ze trouwens. Oké. De mensen die de weg niet kennen, staat erop, hè? Praktisch voor de lopers. Er zijn twee parcours. Je hebt een parcours van 5300 meter. Zoals je ziet, dat is in het groen aangeduid. Vertrek je langs daar. Als je overal de juiste pijltjes volgt, zijn deze pijltjes die je moet volgen, de groene, dan ga je normaal gezien hier terug uitkomen. Dat dan zo. Parcours is niet volledig verkeersvrij, maar soms moet je een straat dwarsen en het is een doodlopende straat. Dus in principe is er niet veel verkeer. Als je bovenaan, het is een redelijk selectief parcours, het eerste gedeelte gaat naar bovenaan, ga je wel een stukje op de openbare weg, maar blijf op de stoep lopen. Ik heb dat pijltje aan. Het zijn die blauwe lintjes die je moet volgen, dus als je dat volgt ga je die kunnen missen. Er zijn twee parcours. We hebben 5300 meter, dat is het groene parcours. En we hebben 1850 meter, dat is meer op het vlakkere deel. Meer voor de start-to-runners enzovoort. Dus ik wens jullie allemaal een zeer verkwikkende run toe. En kijk, het startschot wordt direct gegeven.